Welcome, Ophiosis. It is the week of 27 September tot en met 3 oktober. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energies. Ophiosis werkt samen met de full moon lezing. Daar zijn 4 weken. Met alles is daar 4 weken. Full moon reading, 4 weken. Season reading, 4 weken. Monthly readings, 4 weken. Okay? Now, in deze week, jullie hebben iets mee te maken met je partner. A crave of your partner, okay? Maandag kom je achter de diefstal of heleboel geld. Dat is een grote diefstal van heleboel geld. Zie je daar aan de dief en de geld? Maandag kom je daar achter. Dinsdag, je hebt mee te maken met boodschapman en een maagman. En deze twee mannen was some sort of, die hebben some sort of a zaak, some sort of a overeenkomst. Maar deze mannen hebben, whatever the zaak is of the overeenkomst, heleboel geld opgenomen om de valse benoordelijkheid, oké? Dus deze twee mannen hebben gefraudeerd mensen uit een heleboel geld. En het komt even boven water. En ik ken dat jullie researcher, jullie financial forensic detective of belastingdienst, mensen kunnen achterkomen dat twee zakenman, een maag en een boodschatter, had some sort of overeenkomst en some sort of a zaak gedaan, maar die hebben heleboel mensen gefraudeerd, oké? Die box was niet goed. Woensdag, deze twee man proberen om te vluchten. En ik zie dat deze twee mannen samen met deze twee mannen proberen te vluchten, maar het is niet gelukt, omdat ik zie de energie van justitie en de rector en de rechter komt achter dat deze persoon hebben some sort of a grote fraud gepleegd, oké? Donderdag, sommige van jullie krijgen en hebben mee te maken met een kreefman. Deze kreefman is either je man, je broer, je vader of je boss. En mensen komen achter dat deze kreefman heeft some sort of a fraud gepleegd. De rector recognize dat een kreefman of een viskreef of scorpion is je man, samen met zijn zakelijke partner, fraudeer en bedrijf en hebben heleboel geld gekregen aan de volste benoordelijkheid, oké? Dus ik heb een situatie waar een jong ondernemer probeert zijn zaak te opzetten. Deze twee mannen recognize dat deze jong ondernemer hebben goed ideeën. Die hebben somehow de jong ondernemer gegevens en informatie en website gestuurd ergens anders en verdienen heel veel van die ideeën van iemand anders, oké? En ik zie dat de rechter gaat even pakken. So it says a team of regisseurs zit om te bekijken en opzoeken iets. Dus so it says a team van regisseurs have some sort of a tip of iemand even gezegd, kan je mij even helpen vanwege dit en dat. Die beginnen om te kijken en toen komen ze achter en toen realiseren ze waar is de kern van de problemen. Hoe kunnen dit problemen ontstaan? En toen ze ging terug, werkgevers om te bekijken, vrienden, kennis. En toen ze kwam achter dat het had iets mee te maken met de oude werkgever. En die begin dat oude werkgever te bekijken. En kwam achter de dingen wat dat oude werkgever heeft gedaan tegen een werknemer. Dus ik zie dat van één kleine ding, hopen de deur van een grote crimineel zaak met de flow van geld, oké? Het was een geldklokkerij waar twee mannen
of een groep van zakenman of een familie oplicht een heleboel mensen en hoe ze doet. Dus het is voor jullie onderzoeker, regisseur, politie, die idee. Je komt achter een grote zaak van crimineel en een heleboel geld. En de familie is hierbij getrokken, maar ook een kreefman. En deze vis, kreef of scorpion man hebben heleboel dingen gedaan dat was niet door de bocht, oké? En hier zien wij dat Jotsisti pacht deze viskreef of scorpion man en recognize dat daar is some sort of international criminaliteit en een groep van mensen dat have fraudeer en probeer hiervan te vluchten naar de heleboel geld is opgelikt en probeer te vluchten. En ik zie alles komt uit en deze kreef is kapot. Omdat een kreef probeert some sort of a nieuwe start of a nieuwe offer te krijgen. En toen die recognize dat deze kreef have some sort of a fraud gecreëerd vroeger. Oké, okay? Ik ken een koppel, maar ik ken ook een kreef. Omdat de twee van bochel is altijd over koppel. Overeenkomst, contract, relatie. Oké. Sommige van jullie, als je had een kreef, dat is een buitenlanders kreef, oké. Je komt achter dat deze kreef is connected to some sort of a criminal organisatie. Oké, dat is een situatie waar je komt in een raken met deze persoon. En nou, je zit, it's gebeurd. En toen recognize je dat die kene of iets gezegd of zo, of some sort of a ruzie, politie moet thuis komen, politie begint om te zien hoe is deze persoon, hoe komt ze in Nederlands, en dan komt ze achter een criminal network dat deze persoon is bij. En hoe deze network have een oude stembokvrouw helemaal bedrogen. En diefstal van deze vrouw een heleboel geld. En deze steenbokvrouw en de vriend en de kennis en de familie opgelikt van heleboel geld. Dus het is zo, het is gebeurd. En de politie ging even opzoeken, even kijken, even controleren. En recognize dat mensen heeft data en informatie van een oude steenbokvrouw dat ze moeten niet hebben. Oké, okay. Ik heb een situatie dat de consulier van iemand data en informatie op zijn computer post en dan mensen recognize dat deze kreef een heleboel data en informatie over deze oude stiermaak of stembok en is geen familielid of zo. En mensen recognize dat is how deze kreef had deze oude vrouw opgelicht. Want het is geen familielid of zo. Ik ken dat het is een situatie waar een verzorg of iemand die doet zorg recognize dat een oude stembokvrouw die heb geen familie word belast. En zo is het deze persoon wordt opgelicht. Heleboel geld en ik zie dat jullie obvious gaat helpen deze vrouw om in some sort of stichting of richting te zetten of even some sort of a help voor deze vrouw en de kinderen van deze vrouw te vinden of familielid om te steunen of mensen dat gaat even op bezoeken naar deze vrouw, oké? Okay? Het is een zeer verschrikkelijke situatie en jullie obvious gaat dat. Sommige van jullie obvious, je gaat even zien dat het is beter voor je moeder om even in een inrichting of je hebt je moeder al in een inrichting gezeten. Je ziet dat het gaat veel beter met je moeder en dat is best wel goed. Sommige van jullie obvious komen achter some echt oneerlijk spelletje dat een koppel deed tegen je ex-vrouw. En ik zie dat sommige van jullie of yours worden zo boos omdat
je merkt dat, weet je, je kent je ex-vrouw meer dan iemand en je recognize dat deze koppel dat heeft deze daden tegen je ex-vrouw, het is gewoon fout. Vanwege dat je ex-vrouw heeft altijd daar voor de mens gesteund. En nu recognize wat ze hebben gedaan. Oké. Ik ga namaste tot de volgende keer.